Ja, ik zie Groot-Brittannië nooit toetreden tot de euro, of tenminste niet in de tijd die ons toegemeten is. Dus het is niet alleen een emotioneel probleem, maar nu blijkt toch ook wel dat wanneer je gemakkelijker uit de crisis wil stappen, een eigen munt toch een voordeel biedt. Dus, en dat zal waarschijnlijk doorslaggevend zijn voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië heeft zo'n enorm begrotingstekort, omdat in de periode daarvoor het land een enorme boom heeft gekend, consumptieboom, ook een boom in de huizenmarkt. En dat heeft geleid tot een zeepbel, waar de banken ook actief mee bezig waren door het kredietverlenen. En dat is in elkaar gestort met het gevolg dat Groot-Brittannië, de Britse overheid, dus massaal heeft moeten interveneren om de banken recht te houden en de economie ook recht te houden door grote budgettaire tekorten. Groot-Brittannië heeft inderdaad de euro niet, maar dat is eigenlijk ook een beetje een voordeel voor Groot-Brittannië, omdat het land toelaat om een depreciatie van de munt te hebben. En dat is dan een mechanisme dat ook mogelijk maakt om de conjunctuur wat sterker te ondersteunen. Hè? Dus een depreciatie van het pond betekent dat de export vergemakkelijk wordt. En dus dat stimuleert dan de economie. Dus in die zin is dat voor Groot-Brittannië wel een voordeel in vergelijking met Griekenland. Griekenland heeft een gelijkaardig probleem wat betreft budgettair tekort en dergelijke, maar kan dus niet hopen om door een depreciatie van de munt zijn economie wat op te peppen. Dus ik zou durven zeggen, dat is toch wel een voordeel voor Groot-Brittannië. Dus in 1992 was het pond lid van het Europees muntstelsel. Dus de wisselkoers was toen vast. En de speculatie was toen tegen die vastheid van de wisselkoers. En mensen zoals Soros hebben toen grote speculatieve bewegingen ondernomen, samen met vele anderen. Ze waren van oordeel dat Groot-Brittannië die vaste wisselkoers niet meer zou volhouden. En ze zijn daar inderdaad in geslaagd. Vandaag heeft de speculatie een heel andere dimensie. Als de mensen speculeren dat het pond in de toekomst zal dalen, wel nu, het effect is dat het pond onmiddellijk daalt. En de Bank of England gaat die koers ook niet verdedigen. Dus dat betekent dan ook dat er geen crisisomgeving is. Hè? Dus het pond zal gewoon verder dalen. En dat betekent dan ook weer een mogelijke stimulans voor die economie. Dus ik denk niet dat we daar echt kunnen spreken van een crisissituatie, tenzij het pond zodanig diep zou vallen natuurlijk. Maar dat verwacht ik nu toch ook niet. Het probleem voor Groot-Brittannië, zoals ook de Verenigde Staten, bestaat erin dat ze een heel hoog budgettair tekort hebben. En dus te veel schuld uitgeven. Op een zeker moment kunnen beleggers geen vertrouwen meer hebben en dan verkopen ze die obligaties. Maar goed, wat de situatie van Groot-Brittannië wel helemaal anders maakt dan de situatie opnieuw van eurozonelanden, dat is dat Groot-Brittannië uit die crisis ook kan sukkelen door gewoon inflatie te creëren. Hè? Dus op termijn zie ik dat trouwens als een groter risico, dat zij hun enorme schuld proberen af te bouwen door meer inflatie tot stand te brengen. En dat is dan de manier waarop een land eruit geraakt. En dan ook zullen ze niet tot de andere EU-landen moeten gaan om financiële hulp te verkrijgen. Nee, het zal gewoon door een inflatie zijn.